Vandaag zijn we bij de Valk, Amsterdam-Noord, waar onder andere DOCS het representeert en mogelijk maakt dat jongeren aan een talent kunnen werken. Je ziet het hier ook staan, Talent Factory. Vandaag zijn we hier met mij, ik ben Daan, oftewel Kluisenaar, zo word ik ook wel genoemd. En samen met mijn cameraman, de lieve, oh zo lieve, Olivier de Jonge Oudraad. En vandaag gaan we gewoon een kijkje nemen wat hier allemaal gebeurt. Hier komen altijd gezellige mensen. Als je binnenkomt voel je gelijk thuis. We zijn er vorige week ook al geweest. Om even stiekem te pieken wat er allemaal gebeurt. En ik kwam gelijk thuis. Het is gelijk een leuke boel. En we gaan naar binnen. Ik zie met die microfoon. Oké, luister. Mag ik vragen wat je naam is? Mijn naam is Sean. Ik, Sean Aceso. Waar ben je momenteel allemaal mee bezig? Op dit moment loop ik mijn stage in de Valk. Ik ben student. Eerste jaar helpende zorg en welzijn. Cool. En wat zijn je toekomstplannen? Waarom kom je hier bij de Valk? Wat beweegt jou om hier te komen? Dit is sowieso een jongerencentrum waar je talenten kan ontwikkelen. En het is gewoon ook leuk om met jongeren te werken, want ik ben zelf ook nog jong. En we kunnen altijd praten met elkaar en dat maakt het leuk. Cool. En wat zijn je toekomstplannen? Ik denk in de media, filmacteur worden. Wie weet. Kijk even mee, man. Dit zijn nou de dingen wat ik bedoel. Kijk even mee. Wat is je naam? TJ. Artiestennaam is TJ. Mijn echte naam, hulpnaam Salim. Cool. En als ik vraag, hoe vaak ben je ongeveer in de Valk te vinden in de week? Bijna elke dag, man. Het is zo chill dat ik hier gewoon elke dag wil zijn, man. Cool. En als je er bent, wat doe je zoal? Wat zijn je projecten? Wat zijn je plannen? Nou ja, af en toe chill ik hier en op donderdag ben ik in de dance lounge met mijn crew samen. En dan gaan we gewoon aan de slag. Dan is het bikkelen. Voor om op de top te komen, weet je. Kijk, mooie toekomstplannen. Dus als ik wat specifiek ga vragen, wat doe je dan zoal? Ja, we maken muziek qua Hindoestaans, Engels, reggae, Nederlands. En het is rap en zang in één, weet je. Dus wat is je doel? Waar wil je komen? Mijn doel is dat ik hoog kom. Weet je, dat ik eindstand gewoon in de wolk zit. Dat ik zit te kijken naar al die andere rappers. Eerst even uw naam vragen. Mijn naam is Marcus Sanders. Ik ben fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Amsterdam-Noord. Mag ik uw naam vragen? Ja, Faisal Boelijden, voor GroenLinks. Wat ik wel eens hoor is dat er niet zo heel veel te doen is voor jongeren in Noord. En daarom is het juist belangrijk dat dit soort instellingen zoals de Valk-organisaties aanwezig zijn. We zitten hier nu bij een vrijwilliger van de Valk. Ik ga hem eerst vragen, wat is je naam? Ja, ik ben Joppe. Joppe dus. Joppe, mag ik vragen, wat doe je zoal hier? Ik doe live techniek en ik zit vooral hier ook in de studio, maar ik help ook, zoals jullie misschien net gezien hebben, met het maken van de draaiboeken en ik doe eigenlijk alle technische dingen. Dus als er mensen met vragen zitten of ze komen ergens niet uit qua geluid, licht, dan kunnen ze naar jou? Ja, dan komen ze meestal wel naar mij toe, ja. Oké, top. En wat is eigenlijk de drive geweest dat je hier bent beland bij de Valk? Dat is wel grappig, ik kwam hier op de Super Jams, dus dat is de maandelijkse avond die we hier hebben. Ja. En ze hadden één man tekort en daar ben ik toen mee gaan doen. En toen ben ik er steeds meer ingekomen en uiteindelijk deed ik vrijwel alles. Cool. En hoe lang zit je nu bij de Valk? Ik denk ongeveer 2 jaar nu. Dat
is wel een mooie tijd. En als je kan beschrijven wat de voornaamste reden is dat je hier nog steeds komt, wat zou dat dan zijn? De gezelligheid. Ja. Dus de mensen. Ja, vooral de mensen, ja. Oké, nou top. Je hebt dus ook vrijwilligers die gewoon komen omdat ze het leuk vinden. Dat is sowieso al dope. En die doen ook nog eens goed werk. Die verrichten gewoon puikwerk voor de mensen die hier een ding willen doen. Ik wil je graag bedanken. Jij ook. Top.